Yvonne. Wat gaan we doen vandaag? Lees. Aangeboden. Een kringloopwinkel. Ja. De hele kringloopwinkel? Omschrijving veel mensenkennis vereist. Is de hele kringloopwinkel te koop? 20.000 euro. Geen de winkel erbij. Hè? Maar is het echt de hele kringloopwinkel? De hele kringloopwinkel. Voor 20.000 euro? Voor 20.000 euro. Ik kan helemaal niet parkeren. Weet ik. Ik denk dat ze het allemaal goed vinden. Dacht het niet. Oh, een toeter per ongeluk. Het is kei asociaal. Inderdaad. Maar het kan gewoon niet beter. Oh god, waar is de handrem? Hier. Ik vind het hier hartstikke leuk. Staat zo. Ik schuif dit nog even een beetje op. Oh god, hij gaat rijden! Help nou even! Hij rijdt! Kijk nou! Ik trek hem zo terug. Ik ga nog even aan die handrem trekken. Nou, blijf staan, oud beestje. Nou, hier moet het zijn. Leuke tweedehands. Leuk. Hallo, u staat te koop? Nou, ik niet. Staat u te koop? Ik vind hem nog niet kwijt, hoor. Nee, zo erg is ook weer niet. Maar wat is er precies te koop? Alles wat u ziet. De hele alles. Winkel. En dan wordt het allemaal verkocht? Ja, dan wordt het verkocht. Als dat over is, dat geld... Ja. Dan gaan we de huur betalen. Het is de aanlocatie, kost een percent het winkeltje. En dan, wat we dan overhouden, daar hebben we nu op dit moment dit project. Project voor weeskindertjes in Oeganda. Daar gaat alles naartoe? Daar gaat, naar Kampala? Daar hebben we dus, op dit moment hebben we daar 4 kinderen geadopteerd. Ja. En daarvoor hebben we dus een heel groot project in India gehad. We hebben koeien erheen gestuurd. Ja. Althans, die hebben we daar gekocht, kijk. Jonge stiertjes. En dit project is nu klaar? Hier hebben we een kudde met schapen. We hebben Richa's, 9 stuks daar rijden. En nu gaat alles en naar nu deze gaat kinderen? Deze kindertjes en dat jongetje in Kosovo. Die is ook zijn ouders kwijt, die hebben we ook geadopteerd. Maar wacht even. Waarom zit u deze winkel te koop? Omdat ik 68 ben en dat ik ook eens een keer rustig aan wil gaan doen. Ja, wij worden een dagje ouder. We willen wel eens een keer wat rustiger gaan. Je hoort het wat Ma zegt. Ja. Ja, wat Ma zegt, dan moeten we naar luisteren, heb ik de indruk, of niet? Nee. Dus u wil gewoon met pensioen en u wil ik graag... Ik ben met pensioen. Oh, u bent... Hoe lang doet u dit al? Ik heb 8 jaar op Knaaleiland gezeten. Dat is aan de andere kant van het dorp. Met zo'nzelfde soort winkel? Maar ik heb 4 naast elkaar. Oh. Dat is heel groot. Maar ik vind het gewoon leuk en ik merk gewoon dat er behoefte is aan zo'n soort winkel. U heeft veel vrienden, hè? Het schijnt wel. Dit is mijn grootste schat. Maar wat maakt hem dan zo'n schat? Zijn medeleven met mensen. Zijn winkel, iedereen komt er. Voor iedereen een goed woord. Echt en nou, spullen, je kunt het niet bedenken of hij heeft het ook. We houden echt van hem. En dat is niet zomaar even, dat is gewoon waar. En ik heb hem ook gezegd, als hij werkt, nee, eerlijk, vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Mooi wijf. Nee, dat is echt waar. Nou, ik denk dat hier een beetje de gemeenschap elkaar ontmoet. Ik bedoel, je komt hier iedereen tegen, zeg maar, van jong tot oud. En ja, alles wat je maar, zeg maar, in een wijk wat er woont, dat vind je hier. Ja, het komt ook gezellig. Niet alleen voor spoelen, ook voor gezellig. Nee, de sfeer hier. Maar beschrijf die sfeer eens dan. Nou, gezellig, ja, ik ken die meneer. Ja, ik weet niet. Het is vertrouwd. Hier. Je komt gewoon bij iemand thuis. Je komt bij iemand thuis, zeg. Ja, het is geen supermarkt. Nee, ja, het is koffie en je babbelt even. En, wil je dit even, wil je dat even? Voorziet in een behoefte voor de wijk. Hij is toch een soort punt van samenkomst. Hartelijk, koffie staat altijd klaar. Ja. Wat voor dingen koopt u zoal hier? Ja, soms maar mooie dingen kan kopen. Maar wat voor dingen? Die is schitterend mooi. Wat is de omzet van een dag gemiddeld? Tussen de 2 en de 3.500 euro. Nou, per dag. Dat is voor een kringloopwinkel aardig, toch? Ja, natuurlijk. Ik heb toch een beetje de indruk dat het hier zo goed loopt. Niet zozeer alleen vanwege de spullen, maar ook een beetje omdat u hier in de winkel staat. Nou ja. Ik weet het niet. Ik ben ook nieuw begonnen natuurlijk. Maar iemand die dus hier inkomt, die heeft niet meteen al die klanten. Want, ja, ze blijven allemaal bij me. Ja, bij u. Ik blijf ook. Als iemand die hem koopt de winkel, die geef ik de garantie dat ik desnoods een jaar met hem mee blijf lopen. Ja, desnoods 3 keer in de week. Ik blijf komen. Ja? Het is voor mij ook een stukje. Ik kan zomaar niet stoppen. Nee, dan vreet ik de geraniums op en mijn vrouw gooit de deur uit. Dus dat doe ik niet. Dus ik vind het veel te leuk.
En ik merk ook dat dit winkeltje een invulling is aan de armoede die we in Nederland hebben. Want dat vergeten we allemaal. Wanneer was het moment dat u dacht, ik moet ermee ophouden? Toen ik een beetje last van mijn hart kreeg. Te veel spanning. En ik had op het Kanaaleiland, daar had ik 8 jaar lang spanning. Ben ik 2 keer bedreigd geweest. En dan heb ik echt een gevolg in mijn nek gehad. En toen kom je hier, hè, dan krijg je rust. En dan ga je heel anders denken. Je wordt hier kalmer. Je krijgt hier andere mensen over de vloer. Geen agressie, geen ruzie, geen politie over de vloer. Op een gegeven ogenblik wou ik een keer weg en dan kon ik niet weg. En iedereen ging op vakantie, maar ik kon niet op vakantie. Kijk, het is wel elke maand 1300 euro neertellen. Alleen voor het pandje. Ja, dus, dat is veel geld. Dat is een hoop geld. Ja, dat is een hoop geld. En dat is nog steeds altijd gegaan. En dat is dus de verantwoording die je erbij hebt. Dat je wel moet zorgen dat de rekening aangevuld blijft worden. Als ik iemand vind die die winkel voor een bepaald bedrag tussen de 17 en de 20 wil overnemen, stop ik ermee. Ja, maar ik geloof het toch niet meer. Ik snap wel dat u dat wil, maar u bent zo vergroeid met die winkel en ja, die spullen. Maar je en moet toch een keer aan jezelf ook denken, of zie ik dat verkeerd? Nee, ik ben het helemaal met u eens, maar ik zie het niet zomaar gebeuren. Ja, maar daarvoor zeg ik ook, ik blijf wel komen, ik ga niet weg. Hier wil ik mee stoppen. Anders kunnen ze me dadelijk dood hier wegbrengen. Tussen 6 kistjes. Plankjes, dat wil ik niet. Ik wil ook nog een beetje rust. Ik denk dat als ik hier in de straat zou wonen, dat ik elke dag zou komen. Je bent elke dag welkom. Echt waar, dat lijkt me leuk hier zo elke dag even kijken of een nieuwe spullen. Ik snap dat wel, al die mensen. Ja, hè? Ja. Ja. Wat moeten die nou toch zonder u? Maar ik stel een ander voor. Als... Waarom neem jij het niet? Ja, als een bijbaan. Ja, een bijbaan gaat me niet lukken, hè? Als u nou een wens mocht doen. Ja. Hoe zou het in het beste geval eruit zien met deze man? Dat jij dan 2 dagen in de week kon werken. Ja, nee, dat bedoel ik niet. Jawel, dat, ja. Als ik 2 dagen in de week kon werken, dan houdt u de winkel. Heb ik de winkel. 2 volle dagen? 2 volle dagen. Nee, een andere optie? Nee, is er niet. Gewoon verkopen. Maar je hebt leuke dingen weer gevonden. Ik heb hartstikke leuke dingen. Weinig echte kindjes blij, ja. Hoppakee. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Hey, bedankt. En ik hoop eigenlijk dat het niet lukt. En dat hopen onze klanten ook. Ga maar goed erover nadenken. Dat doe ik, bedankt. Doei, doei. Je hebt een kaartje bij je, hè? Heb ik. Oké, okay, doei. En? Jongen, wordt helemaal aangesproken op mijn geweten. Hangt de hele toekomst van die Robin Hood winkel van mij af. Mooie boel. Wie zet die auto hier nou zo ongelukkig neer? Interesse in de winkel? Nederlandtekoop.karel.nl